We staan hier de dag voor de finale. We hebben natuurlijk al heel wat sprongen gezien. De lat zou nu toch voor alle kandidaten een stukje hoger liggen. En het is erg koud vandaag. Wat kunnen we vanavond verwachten? Ja, ik denk dat we sowieso al een aantal sprongen richting de 30 meter kunnen verwachten. Daar ga ik wel vanuit. En ik denk dat dat het spectaculaire ook is. En verder, ja, misschien zit er nog wel een verrassingje om de hoek. Chimène heeft mooie sprongen laten zien. Ik heb goede sprongen gezien van Kort Jan. Ik zei net Ingrid, Bibi. Hè? Dat zijn toch mensen waarvan je niet direct zou verwachten. Die gaan van die 30 af, die twee dames. Maar toch doen ze het. Zijn wijze stoere meiden, om het maar zo te zeggen. Dus ik denk dat we ook qua sportiviteit een spannende finale krijgen. En dat we echt spektakel gaan zien. Ja, en zo'n verrassing, kan het snel gaan? Dat iemand die net van de 30 gaat en het gevoel heeft, kan die makkelijk iemand voorbij die laten we zeggen al 20 sprongen heeft gemaakt of meer? Ik denk dat degene die 20 sprongen of meer hebben gemaakt, dat die wel in het voordeel zijn. Die zitten meer dus in dat gevoel. Die hebben dat vliegen al een beetje onder de knie. Maar ja, vlak de koelbloedigheid van Keizer bijvoorbeeld niet uit. Dus ik zou zeker gaan kijken. Precies, top. Dankjewel.